Wij inderdaad naar het Verweeplein. Niets is ons vreemd, of toch een beetje vreemd. Een heel speciale, vreemde opening toch. Het komt uit Holland, als ik goed geluisterd heb. En de meneer die dat voor verantwoordelijk is, voor dat ding hier achter mij, die heeft dat gerealiseerd. En we krijgen dan ook van jou een woordje uitleg, denk ik. Ja. Ga je gang. Ja, ik ben daar mede verantwoordelijk voor. 100 Restrooms heet het concept. Wij zijn 5 jaar geleden gestart. Wij focussen ons op high traffic locaties. Dus dat kunnen tankstations zijn of winkelcentra of treinstations, maar ook in stadcentra, zoals de gemeente Knokheist. Inmiddels actief in 4 landen met meer dan 60 locaties, waaronder in België. En nu zijn we heel erg trots natuurlijk om ook deze locatie te openen bij Knokheist. En wat het zo bijzonder maakt is dat dit de eerste mobiele locatie is. Dus het zit in een container. Dus het is perfect, want we kunnen hem eventueel later ook nog ergens anders neerzetten als dat nodig is. Dus heel blij om hier te starten. Wat maakt die 100 restrooms zo speciaal buiten ordinaire toiletten? Nou, 1 is dat wij volledig verantwoordelijk zijn voor alles. Dus het is echt een concept. Dus wij hebben onze eigen design, zoals je het kan zien. Eigenlijk elke 100 is van binnen hetzelfde, hoe je dat ook kent van andere concepten. En daarnaast opereren wij het volledig. Dus er is altijd iemand van ons aanwezig die zorgt dat het altijd schoon is. Maar daarnaast ook zorgt dat iedereen zich welkom voelt en iedereen zich ook veilig voelt. Dus eigenlijk die totaaloplossing zorgt ervoor dat het uniek maakt en dat het echt een premium service is voor de mensen binnen een gemeente. Ik neem aan dat je het een troef vindt als ik zeg het is weer een Hollands idee. Ja, ik ben daar heel trots om dat te horen, want we zijn natuurlijk trots dat we uit Holland komen. Maar ik denk een gemeente als Knokke-Heist hebben wij zelf niet in Holland. Dus wij hadden in Holland niet zo'n gemeente kunnen uitkiezen als Knokke-Heist. Dus we zijn trots om Hollands bedrijf te zijn, maar we zijn nog meer trots om het hier te starten in Knokke-Heist met deze container. Gaan we even luisteren of we ook een trotse schepen hebben. Ja, toch wel. Toiletten zijn een menselijke nood. Nee, we kennen dat allemaal en ik denk dat je daar moet aan tegemoetkomen op de best mogelijke manier. En in Knokke-Heist is dat met de beste voorzieningen die daarvoor op de markt zijn. En dat is 100 restrooms. En dat is, ja, het woord toilet is het eigenlijk oneer aandoen. Het is een soort hospitality hub waar je een heleboel zaken die mensen altijd bij de hand willen hebben, bij de hand hebt en op toch dichte afstand. En dit is een pilootproject. Dit is een tijdelijk verhaal tot we daar definitieve en permanente versies van hebben. Maar de samenwerking is alvast goed gestart. En als u even binnenkijkt, zult u wel zien dat het op niveau is van wat Knokke-Heist graag levert, kwaliteit. Als ik u hoor zeggen tijdelijk, hoe tijdelijk is dat dan? Wel, dat gaat in principe tot begin 2025 zijn, wanneer een permanente versie daarvan voorzien wordt op het Verweeplein. En de bedoeling is van te kijken of we dat op verschillende plaatsen kunnen uitrollen om die nood die er toch wel is. En als het winkelcentrum vol loopt, is die toch wel soms hoog in verschillende zinnen van het woord. Dat we daar kunnen aan tegemoetkomen op een niveau, nog eens, ik zeg het, wat we mensen van Knokke-Heist mogen verwachten. Duidelijk ingevuld wat noodzakelijk was, hè? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, en ik denk dat dat eigenlijk zo evident is dat we treffelijke service hubs of hospitality hubs hebben, dat we daar eigenlijk dringend verder werk moeten van maken. En het kost natuurlijk wat, maar je hebt, if you pay peanuts, you get monkeys. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit essentieel onderdeel van wat onze aanbieding of wat we te bieden hebben als badstad, dat daar deel van uitmaakt.